Een arbeider, links, ging eens elke dag opgewekt naar zijn werk, rechts. Om op het werkterrein te komen moest hij een slagboom passeren die de portier alleen bereid was voor de directie te heffen. Het personeel moest er maar onderdoor. Maar deze arbeider had iets van waar dan ook onderdoor, nooit voor iemand ooit. En dus nam hij, als hij het werkterrein naderde, een flinke aanloop en met een sierlijke sprong nam hij de hindernis. Zijn werklust viel op. Zelfs als op een gewone door de weekse vrijdag de populaire zender om wat voor reden dan ook gekleurd was, leverde hij nog dezelfde arbeidsprestatie. En al snel zat hij in de ondernemingsraad. Daar viel het oog van de directie op hem met het verzoek of hij niet deel wilde uitmaken van de directie. Oh. Hij zou dat die avond eens met zijn vrouw overleggen. En dus ging hij de volgende dag als directeur naar zijn werk. Niet dat er met hem iets veranderd was. Nee, hij voelde zich nog altijd dezelfde. Hij voelde zich nog altijd arbeider. Te midden van de arbeiders. En dus nam hij, toen hij de volgende dag het werkterrein naderde, een flinke aanloop en een sierlijke sprong. Maar de portier dacht er heel anders over. En dat dat bleek nogal pijnlijk. Ik ga u, dames en heren, vanavond een verhaal vertellen. Dat zeg ik er even bij, opdat u niet de hele avond gaat zitten denken, waarom rijmt het niet? En dat verhaal gaat over een man. Dat zeg ik er ook even bij, omdat het geen oude jaar is en ik gewoon wat mensen mag kwetsen. In dit geval dus de vrouw. Het is een man. Laten we zeggen, een violist. Het is maar een voorstel, hoor. Ik dacht, de violist, dat vind... Ik ben echt de laatste die hier naartoe gekomen is om uw avond te bederven. En ik voel ook voor de mensen thuis het Songfestival als een goudhaantje in mijn nek. Ik wil graag u erbij houden. Laten we zeggen, de violist maakt in zijn vrije tijd een aardig gedichtje. Misschien is dat iets. Een voorbeeldje. Zij lagen in de prairie. Zij zei, wat is het warm? Hij zei, dat klopt. Dat is het kampvuur waar je in hangt met je arm. Oh, nou, dat slaat wel in. Jammer dat ik er geen muziek bij heb. Nou, nog maar even een voorbeeld dan. Zij zaten te kwartetten. De klok sloeg 7:45. Buiten klonk het hoorngeschal ten teken van de jacht. Oh. Ja. Ja, het is niet verstandig om het publiek voortdurend met kwaliteit te confronteren. Komt onherroepelijk een moment van verzadiging. Ik geef u nog één voorbeeld van zijn dichtkunst. Ik. Hij dus. Ik stond aan de Grand Canyon. En ik keek over de rand. Wat een diepte, wat een kleuren. Dat was meer dan interessant. De natuur die hier gevormd was zonder hulp van mensenhand, gaf mij een gevoel van heimwee. Heimwee naar mijn vaderland. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Wat is er met mij aan de hand? Want wat wil ik als ik terug ben? Snel weer weg uit Nederland. Ik zie mijzelf weer in de file. Of van het overvolle strand. En nu hier. Grand Canyon. Alien. Alien. Heimwee naar het vaderland.
Dat vlakken bij de grond een stukje slip bij de doggersbank. Eén windje en een beetje springvloed en de hele zaak staat blank. Waar je met miljoenen mensen geen dag meer zonder iemand bent. Als je in Rode School een scheet laat, ruik je hem in Sas van Gent. Ach. Ach, dacht ik, hij dus. Wie houdt me tegen? De afgrond lokt ik. Spring erin. Ik heb geen antwoord op de vragen omtrent het leven en de zin. Maar net toen ik mij af wou zetten, greep iemand resoluut mijn hand. En op de vraag waar die vandaan kwam, klonk als antwoord: Nederland. Ik pakte een beet, wij liepen verder. Ik hield van haar, dat was mijn vrouw. En ik vroeg haar overmoedig: dacht je echt dat ik springen zou? De zon zakt weg achter de bergen. Weemoed kreeg de overhand. Wij voelden allebei hetzelfde heimwee naar het vaderland. Vlakken bij de grond, ze uitgedijde stukje wat. Eén kernbom van 2 megagrammen en de hele zaak ligt plat. Tegen overbevolking is geen condoom of pil bestand. Als je in Zoutkamp onaneert, raakt iemand zwanger in Katzand. Laten we zeggen, het was een violist die in zijn vrije tijd een aardig gedicht had. Laten we het daarop houden. Nu is het zo. Nu is het zo dat deze violist, die had een kind, een jongen. Maar om nou te zeggen zijn zoon, dan leg je je zo vast in het begin. Ik geloof niet dat dat verstandig is. Tuurlijk, ik hou ervan om mee te bewegen als ieder ander, maar soms zit ik net zo lief stil. Want zolang je niet beweegt, kan je nog alle kanten op. Zodra je in dit leven bewust in welke richting dan ook één stap zet, ben je gedwongen die de rest van je bestaan vol te houden. U liep naar rechts, doorloop alstublieft. Dus het is de zoon, als de NCRV er maar met zijn poten vanaf blijft. Voor je het weet zit je weer verzeild in zo vader, zo zoon, zo heilige geest. Vader A, uw vrouw heeft gesteld, laten we nou eens even aannemen, vader A. De zijkant van het gelijk. Stel, uw vrouw heeft koekjes gebakken voor de dominee. De zielenherder komt op bezoek. Uw vrouw wil hem een koekje offereren. Wat blijkt? De trommel is leeg. Vader A, wat zegt uw vrouw? Ja. Daar vraagt u me wat. Dat is weer een ander programma. Ja. Wat zegt mijn vrouw? Wij praten de laatste 14 jaar al niet meer met elkaar. En alles wat ik nu zeg kan tegen me gebruikt worden. Vader B, ja, ik ben ongehuwd. Of heb ik dan alles verraden? Die kerels moeten de rest van hun leven met die koptelefoon op blijven lopen, anders worden ze op straat niet herkend. Mogen ze nog blij zijn dat er geen quadrofonische koptelefoon zijn? Vader C, ja, dus de trommel is leeg. Ja, de trommel is leeg. Ja. Mijn vrouw zou zeggen, het lijkt het geloof wel, dominee. Of heb ik dan alles verraden? Intussen wordt dit geheel gadegeslagen door een 17-jarige slungel die zich op deze manier in een kuipstoeltje heeft gemanoeuvreerd. Is ook nog de enige positieve grondhouding die hij weet aan te nemen. Hij is zo van huis met een ziekenwagen naar de studio gebracht. En het is zoals hij omgekeerd op zijn bromfiets ligt. En hij krijgt voor deze buitengewone fysieke inspanning aan het eind van het spel, heeft dan de spelleider voor deze jongen, heeft een kleinigheid. U wou toch niet zeggen dat u wel eens naar die onzin zat te kijken? Die man die komt daarmee aanzetten alsof Gods woord er in stereo in zit. Die jongen heeft al meer dan 40 van die apparaten op zijn kamer staan. Iedere keer als de batterijen op zijn, nou doet hij het alweer niet, pa. En die vader, ja. Ik wou dat je moeder op batterijen liep. En dat soort bedenkelijke, seksistische, protestant-christelijke uitlatingen die het in de Kaasstad merkwaardig goed doen. Nu is het zo dat die zoon, die jongen, hè, die zoon van die violist, die wil niet deugen. Nee, die absoluut niet deugen. Die is wat je noemt een deugniet. Juist. Zie je wel. Ik wist dat het iemand die, laten we zeggen, burgerlijk ongehoorzaam is. Hè? Heel burgerlijk. Ik geef u een voorbeeld.
chic restaurant, hè, de lucht. En in dat restaurant zit een moeder met in haar armen een kind. Hè. De armen van de vrouw zijn natuurlijk aanvankelijk geschapen om licht typewerk te verrichten, maar u zou er ook een kind in kunnen dragen. En kind ligt een beetje zo in de armen van die moeder, zo. Moet u vooral op de gezichtsuitdrukking letten. Op dat moment komt die deugniet, komt dat restaurant binnen en dat kind als door een adder gebeten draait zich richting deugniet. En die jongen doet iets van, nah. En dat kind, nah. En die moeder, oeh. En die vader gooit een beetje peper over zijn biefstuk. Aan tafel 14 ligt een hond te slapen. Nou, die deugniet gooit er een schepje bovenop. En dat kind, nah. En die moeder, oeh. En die vader legt zijn hoofd op zijn biefstuk. Aan tafel 14 ligt een hond te slapen. Deugniet gooit alle remmen los. En het kind hard, hard aan. En die moeder begint er tegen die natte kledder in die luier te netten. En die hond aan tafel 14 denkt, ah, stront aan de klikker. Maar die zat met zijn halsband aan die tafel vast, dus dat tafeltje ligt gelijk upside down. En dat hondenriempje staat gespannen tussen tafel en stoel. Komt er een ober aan met een blad vol met uitsmijters. En die kan met dit been nog net over het onderriempje, maar met die voet blijft hij hangen. Dus die krijgt ongeveer dit. En een van die eieren belandt op het kale hoofd van een man die daar wat zit te eten. Komt er een groep Japanse toeristen voorbij, die denken dat daar een lopend buffet gaande is. Dus die vallen gelijk aan op dat eitje, maar dat hoofd is na een paar seconden leeg. En een van die Japanners die pakt een scherp mes van tafel, die slaat het kapje eraf. En die begint lekker die zwezerik zo naar binnen te zien. Tweede is dat heel beschaafd dat kapje leeg te eten. Maar die eerste is al bij die spaghetti aangeland. En dan voelt die nattigheid. Nou, zo'n jongen is dat dus, hè? Zo'n jongen is dat dus. We hebben wel even, nog maar even een voorbeeld. Concertgebouw Doodse Stilte. Tussen het Andante Moderato en het Largo Sostenuto in. Ik ken het wel, die pijnlijke stilte die door de niet-kenners altijd op deze manier dreigt opgevuld te worden. En in die pikante stilte laat de jongen een wind. Nou, de akoestiek in het concertgebouw, die mag er zijn. Dat zijn van die dingen, daar valt niet op te bezuinigen, dus dat is er dan nog. En de ventilatie, daar klopt echt geen fluit van. Dus iedereen, die had dat wel via wat voor porie dan ook tot zich genomen ook. Ook die vader die daar zijn partijtje had meegestreken. En die vader die vraagt de aflopende jongen, ja, wat bedoelde je daar nu mee? He? Want die gelooft nog in het uitpraten van dit soort stinkende kwesties. He? Wat bedoelde je? Waarop die jongen zegt, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer. Zo jongen. Hij kon gebruik maken van de latente angst bij de burgerij, plotseling de straat oprennen en roepen, allemaal in de schuilkelders. Paniek in menig huisgezin. Man stormt de woonkamer binnen en zegt tegen zijn vrouw, kom mee naar de schaal, wat sta jij nou te doen? Nou, zegt die vrouw, ik sta hier te stofzuigen. Dat... Wacht, dat kan eigen tijd zijn. Ja, vrouw komt thuis van de deeltijdbaan, stormt de woonkamer binnen en zegt tegen de man, kom mee naar de schaal, wat sta jij nou te doen? Nou, zegt die man, ik sta hier te stofzuigen, dat zie ik zeker wel. Zegt die vrouw, wie gaat er nu zo stofzuigen? Kom mee. Ik zeg de man, ik heb gehoord dat als de bom valt, dat alles overeind blijft staan. En ik wil graag dat de zaak een beetje aan kant is als de vijand hier binnen. Die vrouw is verbijsterd, kan zich niet voorstellen dat je hier met zoiets triviaals als de huishouding bezig houdt. Dus die gaat de straat op de hond te halen. Jezus, Jezus! Ze hebben een hond Jezus genoemd. Jezus! Een Joodse herder. Jezus! Komt een groepje losers aangeschokt, mannetje of 70 losers. Vloeken helpt niet veel, mevrouw. U zou meer gebaat zijn bij een schuilkelder. Man, we hebben een schuilkelder! Aha! Jongens, hier zo, schuilkelder. Nou, zo'n jongen is dat. Die was wat je noemt een geboren anarchist geworden, als niet die vader daar op zijn manier een stokje voor had gestoken. Die vader, die komt op zekere dag thuis van zijn werk. Hè? Laten we zeggen, hier is zijn werk. Hè? En is een beetje sneu voor u op het balkon. Hè? Maar laten we dan nog maar blij zijn dat hij werk heeft, hè? Dus die vader komt thuis van zijn werk. Hij heeft zijn overjas over zijn linker
Oeh. Oh, ja, vergeet. Heeft zijn jas over zijn linkerarm hangen. Het is een mooie dag. Hij denkt nog, ik had hem net zo goed thuis kunnen laten. En hij komt die woonkamer binnen en daar zit die zoon. Die zit weer op die stoel te miezemuizen. En die vader is niet van plan om dit ook nog maar een seconde langer te accepteren. Dus die gooit woedend, gooit hij zijn jas op de grond en hij zegt... Dat is nou al mijn tweede Stradivarius van de week, hè? Als je nou niet wilt deugen, dan weet ik het niet meer. Ik wil niet deugen, pap. Ja, dan weet ik het niet meer. Verhaal afgelopen, iedereen kan naar huis. Schakel maar om naar net 2. Nou, het is aan mijn fantasie te danken dat we nog een uurtje bij elkaar kunnen blijven. En die vader die pakt zijn spullen bij elkaar en die beent het huis uit. Dat kent hij nog van zijn grootvader, want die was slager. En die zoon roept hem door de geopende deur na. Je hebt ook nog mijn moeder vermoord. Die vader. Je hebt ook nog mijn moeder vermoord. Dat is heavy. Hè? Maar dat soort dingen zeggen mensen tegen elkaar vandaag de dag. En steeds vaker. Klopt er niks meer op, moet van een psychiater. Flap er maar uit, ja. Psychiaters die weten wel hoe ze aan de slag moeten blijven. En die vader die staat buiten die denkt, verdraaid, ik heb een fout gemaakt. Wat doe ik hier op straat? Die jongen had boos weg moeten lopen. Maar het is te laat. En hij is te trots dat hij terug zal gaan. En zo... Zo staat hij op straat en loopt eerst voor het eerst van zijn leven door de stad zonder op weg naar huis te zijn. Een mens is altijd op weg naar huis. Wel eens met een omweg van je werk of de vakantie, maar als je geen huis had, hoefde je niet te werken. Laat staan met vakantie. En hij ziet de stad zoals hij haar nog nooit eerder gezien heeft. Hij ziet een slagboom die hij nog nooit eerder gezien heeft. Hij ziet een gijzelaar die hij nog nooit eerder gezien heeft. Hij ziet een vrouw achter glas die hij nog nooit eerder gezien heeft. Hij ziet een cameraman van de NOS die hij nog nooit eerder gezien heeft. U moet zich heel sterk inleven in deze figuur, hoor. U moet zich als het ware met hem vereenzelvigen. Loopt u maar even achter mij aan. Want over een paar jaar, een paar maanden, een paar weken wellicht, lopen we allemaal zo. Voor het eerst van ons leven niet op weg naar huis, maar naar een evacuatieoord in de Borinage, de Rijnmond of het Roergebied. Er zijn nog genoeg mooie plekjes in Europa. Ik zou niet te veel rotzooi meenemen als ik u was. Kleuren televisie in de koelkast, ik zou die dingen thuis laten. Misschien als herinnering een verlengsnoer of een driewegstekker of zo. Of ik zou hooguit een paar draagbare kinderen meenemen. De reiziger van tegenwoordig is meer geïnteresseerd in zijn bagage dan in zijn reisdoel. Krulset kan je ook thuis laten. Je haar valt er 3 weken uit, je hebt er niks aan. Ik kan nog proberen die krulspelden zo los op je kop te plakken, maar zit je nog met die krultang. Hoewel, die kan nog wel weer van pas komen. Dan komen er van die mensen bij je staan klagen. We zijn geheel berooid, we hebben helemaal niks meer. Oh, wij hebben nog een krultang. Kom. En het bonkt maar in zijn kop. Ik heb ook nog mijn moeder vermoord. Spookt in de spelonken van zijn geest. Ik heb ook nog mijn moeder vermoord. En hij moet dit verkroppen. Hij kan daar niet mee blijven rondlopen. En
En wat doet deze violist in zijn uiterste nood? Wat doet dit gekwelde schepsel in zijn opperste menselijke wanhoop? Hij smeert een vrouw van lichte zeden in met 26 moorkoppen. Of 27, dat ontschiet me nou even. Nou ja, 6 à 27, zeg maar even. Kan ik er hooguit één naast zitten. Want halve moorkoppen verkopen ze niet. Tenminste, niet aan mij. Hoewel ik er eerlijkheidshalve bij moet zeggen dat ik er nog nooit om gevraagd heb. Kijk wel uit. Nou ja, zeg maar even dat hij een respectabele lichte kooi besmeurt met een dosis hoogwaardig gebak. Daar komt het eigenlijk op neer. Zal u zich afvragen, hoe weet jij dit? Nou, ik kom toevallig 3 kwartier later die banketbakkerij binnen. En ja, we hadden iets te vieren. De man die bij ons de septic tank leegt, die was jarig. En mijn vrouw die zegt, God, zo noemt ze me. ga jij van 4 moorkoppen? En nou ja, dat is nou niet de boodschap waar deze jongen graag op uitgestuurd wordt. U kunt zich voorstellen dat mijn gedachten nogal aan de verheven kant zijn en ook... De derde wereldproblematiek die grijpt mij enorm aan en ja, om dan opeens op klaarlichte dag de middenstand te moeten ontmoeten op het niveau van heeft u voor mij 4 moorkoppen, dat is echt een stuk inleveren mijnerzijds hoor, daar maak ik dan toch echt wel even een intellectuele knieval op zo'n moment, maar dus ik zeg Gunst, zo noem ik haar, en zo beschouw ik haar ook, ik zeg schrijf het even op een briefje, nee, ze zei je hebt een mond om mee te praten en dan kan ik niet ontkennen, hoogstens door nee te schudden. Dus ik kom daar die banketbakkerij binnen en zeg, geef je even 4 moorkoppen. Hè? Alsof ze je gêne ruiken, hè? Moorkoppen heb ik niet. De ramen besloeg aan de buitenkant. Moorkoppen. Ik zal jou krijgen, broeder. Ik zeg, wie heeft er dan wel moorkoppen? Hè? Om hem een racistische opmerking te ontlokken. Wie heeft er dan wel... Maar hij stonk er niet in. Hij zegt, meneer, dan komt hier net een violist binnen. Die bestelt achter elkaar 26 moorkoppen. Of 27, zegt hij. Dat weet ik niet precies. Ik, nee, dan weet ik het wel. Kijk eens, als hij het niet zou weten, wie zou het dan moeten weten? De fiscale recherche, zeg. Dus dat hij daar per dag 1 moorkop zwart stond te bakken, dat had ik toen al gelijk in de gat. Ook typisch middenstand, 1 moorkop zwart per dag. Niet even lekker 3 maanden lang 6000 moorkoppen zwart per dag doorheen jagen en dan wegwezen naar de Falklandeilanden. Nee, 1 moorkop en van het geld dan een potje maken en dan van het potje 1 keer per jaar naar 3 landenpunt. En dan bij de winkeliersvereniging de bereisde roel gaan zitten uithangen. Ik was vorige week nog even in België, Duitsland en Nederland. En die andere middenstanders maar denken, waar doet Bakker Slavenburg dat toch allemaal van? He? Dus toen zegt hij tegen mij, en daar begin ik erover, anders was de kop de money waard geweest. Toen zegt hij tegen mij, mogen het ook vruchtenpunten wezen? Lichte dag, mogen toch vluchten? Daar ben ik dan 38 jaar voor geworden, zeg. Daar heb ik mij dan voor geprofileerd als iemand die staat voor wat hij zegt, zeg. Dan denk ik me naar de eerste, de beste gediplomeerde koekenbakker dat hij mij binnen de kortste keren kan omturnen van moorkoppen naar vruchtenpunten. De hoogmoed. Ik bedoel, als iemand SS-20 raketten bestelt, zegt een ander toch ook niet, mogen het ook 7 klappers wezen? Dus... Ik heb een hele goede relatie met mijn vrouw. Het is dat u er zo over begint. Als ik eens een paar dagen te laat thuis kom en zeg lekker band, oké. Geen gezeur. Maar dan zal ik met haar op klaarlichte dag opeens thuiskomen met 4 moorkoppen in plaats van 4 vruchtenpunten. Dan denkt mijn vrouw, hé, dat van die lekker band zou ook wel eens niet waar kunnen wezen. Dan staat zo'n man toch op de pees, hoor. Dus ik zeg, man, geef die moorkoppen. Hij zegt, oh pardon, ik vraag maar wat. Ik zeg, precies, ja. Jij vraag maar wat, ja. En jij bakt natuurlijk ook maar wat. Dus het neemt me niet kwalijk. Ik dacht, ik zeg, ja, nou heb ik je. Nou heb ik. Niks jij denkt. Ik denk en jij bakt, ja. Kijk eens, als de middenstand gaat nadenken, dan staan we binnen de kortste keren weer allemaal zo op de stoeprand. Dus laten die zich alsjeblieft nergens mee bemoeien. Ja. Ik wist niet dat het hier zo erg was in Alkmaar, maar... Ja, oh ja, nu dringen er een paar namen tot me door. Inderdaad, ja, Alkmaar, precies. Daar begon de victorie, maar het is er ook meteen geëindigd. Al die spelers verkopen stom. Nou ja, dus daar heb je niks aan. Misbaksen.
Miss Baksel. Nee, nog even op die banketbakker, dat schiet me opeens zo te binnen. Miss Baksel. Miss Baksel, die is goed. Miss Baksel. Nee, omdat je toch gespannen bent op zo'n avond en opeens zoiets verzint, dat is altijd leuk. Miss Baksel. Goh, die boekers onthouden voor als er mensen bij zijn. Miss Baksel. Nee, mijn vrouw die zegt altijd, ga jij nou maar even een boodschap doen. Wie weet, hou je er iets aan over voor je programma. En verdomd, het is weer gelukt. Dus ik nog even naar die hoer toe. En ja, ik denk, wie weet, hou ik er iets aan over. En ik voel haar aan de tand. Zij lachen, want ze zegt, dat gebeurt maar haast nooit. En, maar ik kon geen gaatje vinden. En zij zegt, het is toch wel zo'n gekke dag. Want nog geen 3 uur geleden lig ik hier helemaal ingesmeerd met 26 molkoppen. Of 27, ja. U lijkt helemaal niet op haar, hè? Nou, die violist die raakt aan lage wal, hè? Weg ermee. En die zoon, die blijft alleen thuis. En ook in zijn kop spookt het maar van... Je hebt ook nog mijn moeder vermoord. Je hebt ook nog mijn moeder vermoord. Dat. En hij moet dat sublimeren. Hè? Een eilandengroep bij Helsinki. Hij moet daar ergens mee. En wat overkomt deze knaap? Wat gebeurt deze jongeman? Hij raakt maatschappelijk betrokken. Ja. Hij raakt politiek geëngageerd. Hij begint te stenselen. En zodanig dat hij na 2 maanden een tennisarm van het stencil heeft. Hè? Zeg maar, een tennisarm. En van lieverlee moet hij zijn stencils gaan bezorgen. Dan gaat op pad. 2 pakken stencils onder zijn arm. En hij denkt nog, als je stencils gaat bezorgen, kan je misschien beter... met 1 pak stencils op stap gaan. Want na 2 uur heeft hij een rode neus van een brievenbus ophouden. En na 3 uur staat hij op de binnenplaats van een flatgebouw. Omringd door... Oh! Omringd door 4 torenflats. Waarvan de ramen lichtjes omhoog geschoven zijn... want het is een heel bijzondere dag. Una giornata particolare. En hij luistert door de geopende vensters de gesprekken af om een beetje contact te houden met de achterban. En hij hoort in een van de kamers... Schijnt dat er 5 sterren bungalowparken zijn. 5 sterren... En dan staat hier 5 sterren... 5 sterren... Het was geen 4 sterren, 5 sterren... 5 sterren... Schijnt dat op die terreinen riante 6-persoons bungalows staan. 6-persoons bungalows. Jammer dat we maar met z'n vieren zijn, zeg. 6-persoons bungalows. Op die... Ja, er staat hier in de bungalows zit dan nog weer een royale zithoek. Royale zithoek. In die bungalows nog weer... Dus je hoeft niet zo'n heel weekend op je hurken te zitten. Of zoals bij je moeder thuis aan een lus in de kamer te hangen. Maar je kan echt even lekker... Goh, dat is geen 4, zeg. Er is ook een kitchenet bij met een 4-pits kooktoestel. 4-pits kooktoestel. Ik heb maar 2 handen, zeg. Je 4-pits kooktoestel. Moet je wel even bijspringen als ik tegenzet, hoor. Een 4-pits kooktoestel, kleurentelevisie met 8 kanalen. Ah, ah, 8 kanalen. Mag ik wel mijn fragmentatiebril meenemen? 8 kanalen. Badkamer met lichtbad en apart toilet. Lichtbad! Lichtbad met apart toilet. Lichtbad met apart... Met een apart toilet, dus we hoeven niet in het bad te schijnen. Wat doen ze? 3 restaurants. Wat moet ik dan met dat 4-pits kooktoestel als ik vraag? Subtropisch zwemparadijs, als buiten de hagel het glazen dak streamt, is het binnen nog steeds 37 klein nulletjes C. 37! Klein nulletje C! Ik wou dat ik zo warm was. 7 meter! 50 meter waterglijbaan.
Golfslagbad. Golfslagbad. Altijd al. Spartelbad. Voor wie is het spartelbad? Oh, voor de kleintjes. Ja, nee, natuurlijk. Nee, de kleintjes moeten ook wat. Stel je voor, we gaan tenslotte voor de kinderen, niet wat? Huh? Knuffelmuur. Hoeveel? 43 klein nulletjes C. Dat is lang geleden dat ik zo behagelijk met de rug tegen de muur heb gestaan. Al wat ze in Jeruzalem moeten doen is de stekker in de stopcontact zetten. Wegklachten. Sharon krijg je toch niet weg. Schijnt dat die bungalowparken er zijn. Er gaan tongen. Men fluistert dat die bungalowparken er. Daar schijnen ook mensen heen te gaan. Schijnen mensen heen te gaan. Treinen, wagonladingen vol. Hup, hup. Naar de bungalowpark, hè. Rij hem aan en meteen onder de douche als je aankomt, hè. Dat is goed. Schijnt dat er ook mensen op eigen gelegenheid heen gaan. In de Folgerstraat ligt een kleurrijk natuurgebied met weinig verkeerswegen. Dus dat is na 8 uur autorijden. Waar is dat bunker? Hou jij je kop te buiten, ja? Ik heb jou helemaal niks gedaan. En jij moet er helemaal nergens mee bemoeien. Van laat ik me sturen. Nou ja, met oma achterin heb ik het niet nodig. Iemand al ergens een ster gezien? We zullen wel weer in een stal eindigen met het hele zootje. Nog geen attractie gezien. Hier oversteek het wild, zou je zelf ook wel voor moeten zorgen. Oma, ga juist een paar keer de weg op. Dus die zit eindelijk 12 uur privacy in zijn bungalow, knietjes opgetrokken. Want het lichtbad moet er ook nog bij. En die denkt, als ik nou eens zorgde dat oma klem kwam te zitten in de 50 meter waterglijbaan. De kinderen per ongeluk het golfslagbad ingeduwd werden. En de vrouw met de rug vast koekte tegen de knuffelmuur. Kon ik heerlijk gaan eten in 3 restaurants. Je hoort wel eens zeggen door ouders van nu in de overleefkuil van hun bungalow. Tegen de kinderen die weer eens ruzie maken over wie er niet bij wie op de kamer mag spelen. Vroeger, jongen, vroeger. Toen woonden wij met 9 broertjes en zusjes. 9 broertjes en 9 zusjes. In zo'n kamertje. En geurvreters had je toen nog niet. Jullie zouden de woningnood nog eens mee moeten maken. Je hoort wel eens zeggen, door ouders van nu in chique restaurants tegen een van de kinderen die de oesters niet blieft. Jullie weten niet wat honger hebben is. Jullie zouden de oorlog, de hongerwinter nog eens mee moeten maken. Hoor je wel eens zeggen? Je hoort wel eens zeggen door ouders. In de file tussen Benidorm en Alicante tegen het grut op de achterbank. Tenminste, tot dat waarvan zij vermoeden dat er onder die stapel ritselend strippapier nog leven moet zitten. Zal ik jullie nou eens zeggen wat nou zo vroeger onze vakanties waren? Nou, dan niet. Dat was de Afsluitdijk op en neer in 1 dag op de fiets, in de regen, altijd tegenwind. Als je aan het eind van de dijk met je fiets draaide, draaide de wind gelijk met je nek. En toch waren dat vakanties waarvan je achteraf zei, ik ben blij dat ik weer naar school mag. Hoor je wel eens zeggen? Het is de klaagzang van de welvaart. Er is krabben aan de korst. Want die wonden moeten open. Wij willen oorlog, honger.
dorst. Het is het liedje van verlangen. Want wie tevreden is, staat stil. Het is het noodlot van de mensen. Noem het maar de vrije wil. Het is de klaagzang van de welvaart. Omdat niemand het geluk herkent. En dus graaft in het verleden. Op zoek naar sentiment. Dankjewel, Alkmaar. En dan nu voor mijn tweede liedje. Wou ik jullie graag even meenemen naar Zeeland. De Mississippi van Zuid-Beveland is de Schelde met zijn sas. Wij hoefden geen katoen te plukken, wat bessen als het zomer was. Te midden van de zeeuwen ben ik opgegroeid in Goes. Te preuts voor het leven en te blank voor de blues. Midden van de zeeuwen ben ik opgegroeid in Goes. Preuts voor het leven, lang voor de blues. Luctoret in Mergel. Eens ga ik weg uit Goes. Ik wil naar Louisiana, koop een katoenen bloes. Ik wil er veel voor lijden, om dat te mogen zien. Om dat te mogen voelen, de blues in New Orleans. Ik ging voor zaken naar Marokko. Die werden goed betaald. Maar helaas voor mij en de junkies heb ik Frankrijk nooit gehaald. Ik zit de dagen af te tellen in een Spaanse cel. Dat gevoel mag dan de blues niet zijn. Treurig is het wel. Ik worstel en kom boven. Over 10 jaar ben ik vrij. Dan ga ik naar Louisiana. Oh, New Orleans dan. Zie je mij, ik zal voor mijn zonde boeten. Maar in 1 jaar of 10 zal ik hem mogen voelen, de blues in New Orleans. Nou, iedereen denkt nu dat het Songfestival hier gaat is. In korte broek, met camera, gezeten in een koets. Rijd ik langs points of interest, looking for the roots. De Dixieland, striptease-ster, de hoeren van het Frans kwartier. Wat maken ze me droevig, die machines van plezier. Deze lijn streep die stand, hoeren Frans kwartier. Maken ze me droevig, die machines van plezier. Er is toeristieke treurnis van een boerenlul uit Goes. Die te preuts is voor het leven. Die veel te blank is voor de blues. Dat beetje pijn dat mij belast.
is goed voor een buisje aspirines. Oh, liever was ik slaaf geweest dan toerist in New Orleans. Oh, oh, liever was ik slaaf geweest. Liever was ik slaaf geweest dan toerist in New Orleans. Ja! Yeah. Hij staat daar op de binnenplaats van dat flatgebouw. En hoort opeens een stem. Steekt hij een naakte man in het corridor? Er staat een naakte man in de gang. Ik schrik wakker, ik ben inderdaad naakt en ik sta in de gang. Maar niet van een flatgebouw, ook niet van mijn eigen huis. Ik sta naakt in de gang van een Duits motel waar ik die nacht geboekt heb. De kamerdeur is achter me in het slot gevallen. Terwijl ik mij mijn naaktheid ten volle realiseer, zie ik hoe aan het eind van de gang een groep Japanse toeristen bezig is om hun lenzen scherp te stellen. In paniek spring ik de dichtstbijzijnde plantenbak binnen, die zojuist water gekregen heeft. En mijn ogen zoeken koorts achter de gangwand af naar een beetje handzaam reproductietje waarmee ik de voor- en de achterkant kan bedekken. En zo bij de receptie quasi nonchalant om de reservesleutel kan gaan vragen. Maar er hangt helemaal niks. Ja, de nachtwacht op ware grootte. En probeer daar maar eens naakt en onopvallend mee bij de recept. Bovendien, er kan ieder moment een gek met een scheermes langskomen. En aan het eind van de gang zie ik een schuimblusser hangen. Daar moet ik zien te komen. Ik wrik mij los uit de plantenbak. En als een hagedis kleef ik mij tegen de gangwand des motels. En ga op deze manier richting schuimblusser. Ja, groot pantomimespeler zal ik nooit worden, hoor. Als ik mijn mond moet houden, ben ik nergens meer. Heel langzaam richting schuimblussen. Maar plotseling gaat kamer 411 open. Ja! En meteen weer dicht. Kraaien! Heb ik nog geluk gehad. Ik voel hoe mijn kootjes één voor één de andere kant de kamer binnenvallen. Koot, 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 koot. En een damesstem aan de telefoon. Steekt hij naakte man in het corridor. Dat helpt, daar verschijnen de autoriteiten. Chef Kok, ober Kellner, juffrouw van de receptie en de Führer des Motels. Wir sommieren Ihnen sofort etwas anzuziehen. Und dort stehe ich. Dort stehe ich ganz nackt. Und ich kann es nicht helfen, ich muss schlafgewandelt haben oder etwas. Und zum ersten, en voor het eerst van mijn leven, ervaar ik dat ik daar mijns ondanks een taboe sta te doorbreken. Ik kan er niks aan doen dat ik zo geschapen ben en de autoriteiten laten mij geen andere keus dan van mijn natuurlijke staat gebruik te maken. Dus terwijl zij dreigend naderbij komen, doe ik en dat hele groepje ik denk, ik leg er nog een schepje bovenop. Nou, veel meer variaties heb je als man alleen niet. Dus ik denk, weet je wat, ik leg hem een keer zo tussendoor. Dat je hier niks ziet. Toen hadden ze niks om zich te ergeren. Gingen ze helemaal omlopen om ze van die kant. Dus ik... Ik ruk die schijnblussen van de muur. Ik spuit die hele gang vol met schaamte. En ik sprint het toilet in. Nou ja, hij eigenlijk, van die stencils. Ja, het wordt nu misschien verwarrend, maar ik heb net even gedaan alsof ik het beleef. Maar hij heeft het meegemaakt. Maar ik vertel het leuker, hè? Dus hij dat toilet in en die vuren erachteraan. Hieraus, hieraus! Maar hij trekt door en onder het afscheidingsschotje door naar de belendende wc. En die vuren die knalt die play binnen en zegt, er had zichzelf durchgezogen. Typisch Duits. En vindt hij wikkelt zich geheel in toiletpapier en verlaat onopvallend het motel. En koopt een Sten-gun. Sten-gun, ja. We slaan er even een paar hoofdstukken over. Want daarin wordt nogal psychologiserend ingegaan hoe je als jong maatschappelijk betrokkenen nogal vrij snel in aanraking komt met de smalle marges van wereldverbetering. En dan voor de keus komt radicaliseren of religiosiseren. Dus Rode Brigade of Bachwan, dat dilemma.
Tenzij je cynisch en intelligent genoeg bent om de derde weg te kunnen pakken, die van satiricus. Maar dat is gelukkig maar voor heel weinig mensen weggelegd. Hij komt een stengen en dat doet me denken aan die jonge terrorist die de huiskamer binnenstormt en zegt: kijk mama, wat een mooie stengen. Zijn moeder begint te huilen, want ze denkt terug aan 5 jaar geleden toen hij met zijn eerste camera thuis kwam en zei: kijk mama, wat een mooi fototoestel. En zij zei: laat eerst je foto's maar eens zien. Want daar gaat het om, daar gaat het om. Wie zet je aan de andere kant van de lens, van de loop? Waar zit, zo vraagt de deugd niet zich af, waar zit de bottleneck van de status quo? Wij denken meteen aan een politicus, maar ik kan me best voorstellen dat je als jong beginnend terrorist nou niet graag met een beroepspoliticus in een kraakband zit. Als er iets ideaal ondermijnend is, dan is het wel een beroepspoliticus. Ik bedoel, dat soort volk schiet je het liefst meteen neer. Zegt hij. Nee. Dat u dat niet in mijn mond legt. Nee, ik denk daar veel genuanceerder over. Veel. Nee, ik heb een mooi huis en een fijne auto. Nee, ik word echt gedwongen om steeds genuanceerder te gaan nadenken. Nu we het daar toch over hebben. Het is misschien een beetje gek dat ik erover begin, maar ik maak sinds kort 50 gulden over voor een behoeftig kind in het oosten der wereld. Ja, nou dat zeg ik nou niet om nog beter te lijken dan ik al ben, maar iemand maakte mij ook die mogelijkheid attent. Die zei, weet je, dat je voor 50 gulden een kind 3 maanden op de been kan houden. En ik dacht, wat is 50 gulden? Hè? Ik had ook kunnen denken, wat is een kind? Maar dan raak je weer zo betrokken. Ik bedoel, plezierig is dat je krijgt een acceptgirootje thuis en het bedrag staat al ingevuld, dus je hebt niet meer echt het gevoel dat je iets goeds doet. Dat vind ik er wel prettig aan. Ik bedoel, je hoeft alleen maar je handtekening. Het is een beetje thuisbankieren is het eigenlijk gewoon. Laatst komt mijn zoontje de huiskamer binnen met zijn waterpistool. Dit is een thuisbankoverval. De hele administratie in een plastic zak. En alles staat een half uur later op zijn spaarbankboekje. Maakt die PTT niet uit of het nou van hem of van mij is. Het is toch van hun. En hij moet roepen, ik ben het kind van de rekening, ik ben het kind. 1 keer per jaar krijg ik een brief van het kind van de echte rekening. En dan staat boven, lieve oom. Dat vind ik een beetje eng. Lieve oom, ik kan toch ook iets van aardige meneer of nobel medemens of zo. Of geschikte pief, big spender van mijn part. Hè? Hey big spender, helemaal te gek die 50 ballen van jou, weet je dat? Hè? En lekker smullen dat ik ervan doe, jongen. En de rest van de familie watertanden toekijken. En als mijn buik vol is en mijn bord nog niet leeg, geef ik de rest aan mijn zuster. Ik schrok me kapot. Ik dacht, weet je wat? Ik maak er 52,50 van. Ik maak van die nul een 2,50. Ik stuur die accept Giro weg. Ik krijg hem 3 dagen later terug met de mededeling. De computer kan dit niet verwerken. Zover zijn we, dat tussen de heb en de niet-heb staat dat ding in en probeer er nog maar eens wat nobels langs te krijgen. Ik bedoel, een paar jaar geleden kon hij leuke sommetjes maken. Toen is hij uit liefhebberij een beetje gaan schaken. En nu kan hij kennelijk ook al emoties tonen. De computer kan dit niet verwerken. Ik heb dat. Ik heb dat heel principieel opgenomen. Ik heb dat kaartje teruggestuurd, zei ik kennelijk ook, want 3 dagen later had ik het weer terug. Kaartje is nu al 1,5 jaar heen en weer onderweg. Van de rente hadden ze in Bangladesh al een kerncentrale neer kunnen zetten. Laat die deugd niet nou uitvinden dat daar de bottleneck van de status quo zit. Bij die bedragen. Hij vermoedt dat door dat geld zodanig veel voedsel in die hongerende kindermagen wordt gelegd dat ze net niet genoeg lijden om te revolteren. En dus gaat bij mij op zekere dag thuis de bel. Ik sta toevallig net wat gerookte zalm te fileren. En ik had haast, want de champagne had ik al ingeschonken. Dus ik loop een beetje kribbig naar de deur. Ik doe die deur open. De loop van een stengen in mijn buik. Dus ik zeg, hallo beste vriend, waarschijnlijk moet je bij de buren zijn. Wij zijn slechts bij toeval in deze villa-wijk verzeild geraakt. De verhuiswagen kreeg een lekker band. En ik zei tegen mevrouw, nou laten we in godsnaam hier maar gewoon. Maar 3 uur later zit ik in een kraakpand. En nu goed opletten.
Nu goed opletten of je naar een middenstander of naar een kunstenaar zit te kijken. Dat je straks niet de gebaksdoos opendoet en denkt, verhip, vruchtenpunten. Want dit is het moment. Ik zit aan deze kant van de loop en ik sta niet aan die kant. Ik heb het zelf verzonnen, maar moet er ook zelf uitzien te komen. Even iets absurds ter afleiding. Hé, hey, wat een malle frietsnijer. Nou, dat is wel weer gelukt. Hey, in het begin heb je helemaal geen tekst. Je zit je kop suf te prakiseren. Hoe is het nou mogelijk, denk je? Hoe is het nou mogelijk? Nog in 2, 3 jaar geleden hoorde ik erbij en nu ben ik erbij. En na 4 maanden, en dat was verrassend, na 4 maanden ontstaat er iets van een band. Tussen gijzelnemer en gijzelaars. Heel gek, een soort wederzijds respect, vrees ik. Zoiets van, ja. En na 5 maanden, en dat was voor mij de openbaring, na 5 maanden hielden we van elkaar. Dus niet alleen hier, maar ook fysiek. Dat was voor mij iets. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat een mens het vermogen bezit om lief te hebben degene die hem fysiek bedreigt? Als dat kan, en het kon, want het overkwam mij, dan moet daar de oplossing van het wereldvraagstuk in schuilen. Dat kan niet anders. Want als je erover na gaat denken, als je erover na gaat denken dat je houdt van degene die je dood wil hebben, dan... Ja, dat kan niet. Dus vanuit het denken zullen we de wereld nooit verbeteren. Dat is een illusie die we gelijk moeten laten vallen. En dan krijg je dingen zoals de codex die net is uitgebreid. De codex is de wet van de Roomse kerk. Waarin de paus heeft gezet dat degene die een aanslag op zijn leven doet, dat hij uit de kerk gestoten wordt. Dat is dus nadenken is dat. En als je vanuit een ander gevoelsleven praat, dan word je dus aan een kruis gespijkerd. En dan zeg je, Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus dat verschil, dat bedoel ik. Wij, zoals we hier vanavond bij elkaar, wij bezitten het vermogen om elkaar lief te hebben. En wat doen we? We gaan in het donker zitten hinniken om iemand die probeert de leukste te zijn. Hoe is het mogelijk? En thuis in de huiskamer ga je naar het Songfestival zitten. Oh nee, dat kan niet. Wacht even. Probeer je er ook thuis uit te komen. Mensen schakelen hun vermogen, hun potentie simpelweg bewust uit. Hoe is het mogelijk? De kerkklokken beginnen zelfs te luiden. Mogelijk, hè? Ik kan merken dat ik op de goede lijn zit op dit moment. Ik heb iets te pakken nu. Ik heb iets te pakken. Ik zou zeggen, houdt u nou maar eens even van elkaar. Ook hier, doe maar. Ga je gang. Zit je zeker net weer naast iemand waarvan je denkt, hij gaat niet. Nee, nee, nee. Is niet helemaal mijn type. Het kan niet altijd. Wauw, zijn de kaarten. Ik was vroeger ook niet de mooiste. En dan kwam ik wel eens op zo'n tienervijfje, kwam ik zo die kamer binnen. En al die meisjes. Dus dan loop ik vandaag de dag wel eens op straat en dan word ik door groepen meisjes gepasseerd en die staan dan van. En ik gelijk. Dat is niet goed hoor. Nee, nee, u klapt, maar dat is niet goed. Dat is rancuneus. Ik moet die meiden gelijk platten. Nee, nee, nee. Nee is ook niet, dat is seksistisch. Je kan verdorie je gevoelens helemaal niet meer kwijt vandaag de dag. Omdat jij wist dat ik het was. En niet je laatste liefde. De knapste van de klas. Omdat je blozend voor me stond. Naïef. En van de kook. Omdat jij smoorverliefd was. Daarom was ik het ook. Omdat je bij me blijven wou, ondanks mijn bot gedrag. Die vrijgezelle drift gepikt hebt elke dag. Omdat je maling aan de mensen had, aan geroddel en gestook. Omdat jij zo graag trouwen wou, daarom wou ik het ook.
omdat je doorbleef vechten op het randje van de dood. Het wrede, tedere leven in je armen sloot. Omdat je onomwonden het huwelijksbed indook, omdat jij zo graag kinderen wou. Daarom kreeg ik ze ook. Omdat je leven kunt met mij zoals ik ben. Omdat jij altijd anders bent dan ik denk dat ik jou ken. Omdat jij jouw heilig vuur niet verstikken laat in rook. Omdat jij weet wat liefde is. Daarom weet ik het ook. Laten we maar even van elkaar houden. Changé. En na 7 jaar. En na 7 maanden zit ik nog steeds in dat kraakpand met die loop van die stenken in mijn buik. Ik kan nog precies zien waar hij gezeten heeft. Kijk. En hij zegt, kom mee, laten we iets leuks gaan doen in de ontwikkelingshulp. Laten we er samen tussenuit kruipen. We zitten allebei gevangen in onze ambities. Maar ik ben bang dat ik niks leuks kan doen in de ontwikkelingshulp. Ik zie mij daar staan in Oeganda op een dorre akker bewerkt door 1000 gekromde negers in de blikkerende zon. En ik sta er met mijn scheepsroepertje voor. Sam en Moos lopen in de kalverstreek. Ik denk niet dat de grond daar veel vruchtbaarder voor wordt. En dus zegt de deugd niet tegen mij, oké, lafaard, dan blijf jij zitten waar je zit, hè? En dan komen ze je morgen wel bevrijden. Want als een decadente samenleving ergens behoefte aan heeft, dan is het wel aan een martelaar. En dan zoeken ze over 100 jaar je motieven wel uit, want je weet toch, hoop ik wel, dat Shana Dark een lesbienne met anorexia nervosa was, hè? Dat is je, hoop ik, bekend. En ik hoop dat je in de smaak mag vallen. Als jij van mij ergens in mag vallen, dan is het wel de smaak. Want niets is zo dodelijk als de erkenning en de waardering van het publiek. Ze omhelzen je en knijpen je heel langzaam dood. Heel langzaam maken ze van de stengen van je woorden een kruk met een rubber dopje op het eind. Heel langzaam dringen ze je de rol op waarin je het ene taboe naar het andere moet doorbreken en nergens anders gebruik van kan maken dan van je natuurlijke staat. Het leven gaat in een flits aan en voorbij. Flits! Oh, dat is wel een beetje erg snel, zeg. Is er iemand die dat misschien even terug kan draaien, ja? Stil! En nu graag vertraagd, alsjeblieft, ja? Kom. Hello!
Ah, daar is hij, daar. Ik ben een jongetje van 6. 1,65. 5,1 is ook 6. Alles is 6. Ik ben 6. Ik ben een jongetje van 7. Ik ben een jongetje van 7. Ik heb 1 zekerheid. 8. We'll be right back.
verschrikkelijk goed. Ik moet verschrikkelijk goed op mijn woorden passen. Er schijnen tussen het publiek infiltranten te zitten, zoals de politie tegenwoordig wel vaker gebruikt. En tijdens demonstraties zelf voor de eerste stenenwerpers zorgt. Dit gelach kan mijn vermoeden alleen maar vergroten. De politie die nog steeds denkt dat zij zonder zonde is. Ik weet wat het is om op mijn woorden te letten. Ik had een oom die was zendeling. Na een lange voettocht door de jungle kwam hij eindelijk aan in het... Ik weet wat het is om op mijn woorden te letten. Ik had een oom die was zendeling. Na een lange voettocht door de jungle kwam hij eindelijk aan in het te bekeren kannibalendorp. Uitgeput zakte hij neer bij een oude boom en verzuchtte: ik ben gaar. Dus ik weet wat het is om op mijn woorden te passen. Bepaalde gedeeltes van ons geheugen zijn heel geraffineerd verminkt. Ook ik herinner mij niet zo gek veel meer. Ik was het hele incident vergeten als ik niet bij toeval op deze vioolkist was gestuurd. En misschien voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, het gaat over een violist. En die is aan lage wal geraakt, omdat zijn zoon hem het bloed onder de nagels vandaan haalde. En die zoon die is toen geradicaliseerd en heeft iemand gegijzeld. En door die gijzeling is hij in de cel terechtgekomen. Dat weten ze hier nog niet, maar dan weet u het alvast. Ja, want zo gaat dat in onze rechtsstaat. Als ik niet bij toeval op deze vioolkist was gestuurd. Ik te mee naar de gevangenis. De deugniet had 7 jaar gekregen en kort na insluiting een woedeaanval. Hij dus, niet ik. Ik ben de kalmte zelf. Onmiddellijk daarop was iemand zijn cel binnengekomen met een vragenformulier. Hoe laat bent u boos geworden? Hoe lang denkt u nog boos te zijn? Heeft u het gevoel dat uw boosheid betrekking heeft op de manier van insluiting? Bent u van mening? Probeer dan maar eens boos te blijven. Zijn hele verleden kwam over hem heen. Hij voelde zich omringd door demonstranten, groot, klein, zuigelingen. En hij vroeg ze: waarom demonstreren jullie? En ze zeiden: we willen schone luiers. En hij zei: wat zijn die spandoeken dan boven jullie hoofd? En ze zeiden: dat zijn onze vuile luiers. Hij had het gevoel dat als die kernenergiedemonstranten bereid waren om 2 uur in de week in een tredmolen te lopen, dat het hele energieprobleem zou zijn opgelost. Dat is een hele bedenkelijke uitlating, weet u dat? Hele rechtse opmerking is dat. Tuurlijk, ik moet goed op mijn woorden letten, maar u moet nog veel beter op mijn woorden letten. Hey, ja, probeer nou een beetje hier in orde te zijn, zeg, achteraf. Zo kan ik het ook. Die hele verrechtsing van zijn denken. Kijk eens, hij had het gevoel dat de euthanasie alleen maar gelegaliseerd werd om ons op den duur een vrijbrief te verschaffen door hongergebieden op de wereld simpelweg en menselijk plat te bombarderen en ze zo uit hun lijden te verlossen en niet meer ingewikkeld van te weinig voedsel te voorzien. Die hele verrechtsing van zijn denken hield natuurlijk rechtstreeks verband met zijn frustratie met betrekking tot het invullen van het plaatje binnen het gegeven van het isolement van de 4 muren. Kijk eens. Wat wij zien is dat de jonge delinquent niet anders dan zijn situatie clichématig kan invullen. Dus die begint de dagen af te tellen. Maar zoals u weet duurt een dag 24 uur en een dag aftellen is in een fractie van een seconde bekeken. Dus het is zaak dat je je tijd zorgvuldig indeelt. En wat wij dan vooral bij de allerjongste zien is dat er een stuk pure fysiek op een hele primaire manier dreigt. Ja, ik doe het zelf sinds kort ook weer. Ik ben weer begonnen. Ik had in een Amerikaans rapportje gelezen dat 40% van de gehuwde mannen het doet. En aangezien ik graag bij een minderheid hoor, ben ik ook weer begonnen. En ik weet nog goed dat ik het mijn vrouw weet ervan. Ja, dat u niet denkt dat ik het achter haar rug doe. Ik heb... kinderen weten het ook, de hond. En alleen de papegaai heb ik het niet verteld. Want als de papegaai het weet, dan weet gelijk iedereen het. Ik weet nog goed dat ik het vertelde. We aten zuurkool met worst. Ik joeg mijn vork in de mannen van Zwan. Het sap spoot me om de oren en ik zei: jongens, vader onaneert weer. Doodse stilte tot aan het toetje. Doodse stilte.
Toen zegt mijn zoon, wat is dat? Ik zeg, dat is je toetje, dat zie je toch, zeg je wel. Brutaal, die kinderen. Toen zegt mijn dochter, nee, hij bedoelt, wat is onaneren? Oh, mijn vrouw, die zaken nogal luchtig opvat. Oh, onze pap trekt zichzelf af. Wat trekt hij af? Wat trekt hij? Nou, zijn geslachtsdeel. Geslachtsdeel? Geslachtsdeel? Niet alles. En ik zat maar door te eten, want ik had intussen zo'n toetje. En toen vroeg mijn dochter, waarom doe je dat, pap? Waarom doe je dat? Ja, 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 ja. Dan vraagt hij me wat. Nou, pap vindt het lekker. Oh, zal het wel slecht voor je tanden wezen, hè? Als jij onaneert, mogen wij snoepen. Nu is het thuis zover dat als de kinderen om snoep vragen, dat ik een erectie krijg. Zover hebben ze beloofd. Dus ik ga met die vioolkist die cel binnen. Ik vraag aan hem, is dit de kist van je vader? Hij zegt, doe eens open. Ik zeg, hij is leeg. Hij zegt, ja, dat klopt. Vader heeft zich laten cremeren. Is altijd al een verstrooid type geweest. In een geheim vakje in die kist vinden wij een hartstochtelijke liefdesbrief van die vader aan die moeder. Die moeder waarvan hij gezegd had, je hebt ook nog die vader waarvan hij gezegd had, je hebt ook nog mijn moeder vermoord. Maar die bleek een hele intieme relatie, iets met lieveling, jouw ogen weerspiegeld in de rimpeloze vijver bij volle maan in, wat is het, februari, zoiets. Nou, ik zeg dat expres een beetje neerbuigend, omdat ik niet de pretentie heb dat je iets van het fenomeen liefde kan overdragen van een toneel op het publiek. Dat krijg altijd iets pathetisch, dat wordt altijd iets van lieveling! Het licht mag wel gewoon aanblijven, hoor. Ga ze een sfeertje bouwen. Of bezuinigen, dat ze ook kunnen. Hij heeft die brief gelezen en hij smeekt me. Je moet me helpen ontsnappen. Ik schrik me kapot, want dat is namelijk illegaal. En ik ben toch meer iemand van ludiek. Ja, ik ben meer iemand van, weet je wat? Ik stuur je een hele grote vijl met een heel klein gebakje erin. Ik raakte totaal in paniek. Ik ging naar een Amerikaanse ontsnappingsfilm om te kijken hoe ze de zaken daar aanpakten. Er was hele spannende muziek bij. Ik dacht, weet je wat? Ik stuur hem de soundtrack van een film. Dan moet hij maar kijken hoe die eruit ziet te komen. Was hij vrij. Alleen de muziek was nog niet afgelopen. Eindelijk was hij vrij. En hij ging onmiddellijk op zoek naar zijn vader. Ook stom. Hij was vrij. Nu had hij gehoord dat zijn vader aan lage wal was geraakt. Dus hij naar lage wal. In lage wal aangekomen, passeerde hij een bonte stoet van collectanten. Dat begon met een koordansen met hoogtevrees, gevolgd door een vuurspuwer bij wie de vlam naar binnen geslagen was.
Daarna stond een eenarmige jongleur die zijn ballen kwijt was. Of een bedelaar met een hele goede smoes. En daarnaast was een lege plek. En hij vroeg aan de bedelaar, wie stond er op die lege plek? En een eenarmige jongleur zei, dat is een heel verhaal. Hij gaf hem geld en de bedelaar zei, ik zal het kort houden. Op die lege plek, zei de eenarmige jongleur, stond een violist. Een violist. Een violist die zo wonderschoon viool speelde, dat hij geen geld ophaalde. Want de mensen vonden, als je zo mooi viool kan spelen, dan moet je maar zorgen dat je bij het Concertgebouw Orkest komt. En dus kwam de man bij mij om raad. Ik liet hem een mes zien, het was het laatste wat hij zag. Hij stond daar de volgende dag als blinde violist. En nog haalde hij geen geld op, want de mensen raakten zo ontroerd door zijn spel dat ze de ogen sloten. En weer kwam hij bij mij om raad en ik adviseerde hem zijn viool weg te doen en zijn kleren uit te trekken. En na 3 maanden van mijn adviezen stond hij blind in zijn onderbroek achter een lege vioolkist. Toen kwamen de mensen van Mensenzorg en die namen hem mee. Er zijn geen normen voor mensenzorg, maar als men iemand blind in zijn onderbroek achter een lege vioolkist ziet staan en het is geen carnaval, nemen ze hem geheid mee. En zo kwam de violist tegen zijn zin in een inrichting van mensenzorg en uit protest hield hij zijn mond. Maar niemand schonk daar enige aandacht aan, want personeel van mensenzorg is er alleen maar voor mensenzorg. En voor de zorgen van mensen zijn er andere instanties. Behalve 1 keer per jaar. Dan heeft het personeel er de behoefte aan om voor de patiënten, maar voornamelijk voor zichzelf, er een beetje gezellig avond van te maken. Een van de doktoren verkleedt zich als Sint-Nicolaas en dit hele bonte gezelschap gaat al die geriatrische, gerontologische, depressieve zalen af met het hedendaagse repertoire. En men passeert het kamertje waarin de blinde zwijgzame violist en iedereen loopt door. Want ach, met hem valt niks te beleven. Alleen Sint-Nicolaas houdt even de pas. Hij duwt de deur op een kier. En hij hoort van binnen... Sinterklaasje, kom maar binnen met je... En opeens is Sinterklaas weer dokter. Hij roept het personeel en zegt... Er is een wonder gebeurd. Hij die zwijgt, spreekt. Ze stormen dat kamertje binnen. Ze scharen zich rond het bed. En daar ligt hij. De blinde. Zwijgzame violist. Dood. Ja, ik had er ook graag een wat vrolijker einde aan gemaakt, maar het is niet anders. En die jongen die hoort dit verhaal aan en die krimpt in elkaar. Nou, dat lukt nou even niet. Nou, dat houdt u nog te goed. Dus die krimpt. Hè? En die belandt in de goot. Belandt. Ja, als krimpen niet lukt, dan wordt het belanden ook niks. Dus dat is even een zwak stukje dit, maar we slaan ons er wel doorheen. Hè? Puntentelling van het Songfestival hebben we ook uitgekeken, dus we kunnen hier ook best even naar blijven kijken. En terwijl hij daar zo in die goot ligt, wordt hij plotseling uitgetekend door een schilder. Ja, ik verzin maar wat hoor. En die schilder, die moet naar huis. Had ik het nou maar niet verzonnen. Zegt zijn vrouw zit met de aardappelen, hè? Daarom. Of hij moet zijn kind helpen met oversteken, na schooltijd, bijvoorbeeld. Of dat hij het breiwerk voor zijn schoonmoeder kan ophouden, dat moet, kan ook. Hè? Of dat hij bijvoorbeeld met badges of stickers voor de vakbond op stap moet, of met een intekenlijst van de woningbouwvereniging.
Of dat hij, weet u dat ik wel eens gek van mijn eigen fantasie dreig te worden? Dus de kunstenaar gaat naar huis en de goteling volgt de kunstenaar naar zijn werkplaats. Il suit l'artiste à son atelier. Pourquoi? Waarom? Interesseert me geen fluit. Mensen die geïnteresseerd zijn in het gedrag van andere mensen willen op den duur iets aan ze verdienen. En dan komt het atelier binnen. En aan een van de muren hangt een doek van een blinde violist achter een lege vioolkist in zijn onderbroek. En hij smeekt die kunstenaar, dat doek, dat wil ik van je kopen. Even aangenomen dat die schilder hier staat, hè? Want als hij daar zou staan, zou het natuurlijk onzin zijn om hier zo te gaan zitten. Dan had hij beter zo kunnen gaan zitten. Dat doek wil ik... Wacht, nu heb ik er twee. Kan gebeuren, heren. Als u even in elkaar wil overvloeien daar, ja, zo. Fijn, dank u wel. Niet voor schilderij graag, een beetje... Dat doek wil ik van je kopen. En die schilder zegt, ce tableau is not for sale. Canadees die hier het subsidiegeld komt opstrijken. En de deugniet zegt, tout le monde is for sale. En hij rent naar Lagerwal. En hij passeert even... Hij passeert... Hij passeert de eenarmige... En er is nog een vierde man bijgekomen. De onderste man van de menselijke piramide. Die allergisch bleek voor zweetvoeten. En hij dacht, nu ik. Laat ik gaan dansen. Nee, niet dansen. Niet dat sprookjesachtige. Niet de homoseksuele prins die probeert een prinses te verleiden... waarvan het bekken zodanig gekanteld is... dat geslachtelijke gemeenschap uitgesloten moet worden. Ja, maar ik vind de muziek vaak zo... Niks muziek. Ik wil bewegen op de geluiden van de omgeving. I wanna move to the surrounding sounds. To the noises of environment. Orchestral maneuvers in the dark. En hij roept tegen zijn publiek, ik beweeg naar uw pijpen. En het is meteen doodstil. Want niet alleen zijn de mensen bang voor hun eigen creativiteit, maar stel je voor dat ze die van een ander zouden stimuleren. Om zijn hoed neer te zetten. En na 6 dagen heeft hij 52,50 bij elkaar. En op de 7e dag wordt hij door de hem achtervolgende politie in zijn maag en zijn rechterknie geschoten. Nou, leven gaat in een flits aan hem voorbij. Flits! Stil! Ik ben een jongetje van 7. Ik mag een liedje opzeggen op het kerstspel. Daarna zal het koor genadeloos inzetten. Ik krijg het teken van de dirigent, dus eens even zoeken waar de dirigent zit. Er staat wel iemand met zijn armen te zwaaien, maar die probeert natuurlijk mijn aandacht af te leiden. Net als die agent op dat kruispunt. Nu meteen, ja? Goed. Wie is er ook alweer geboren? Dat Christus is geboren stemt ons allen blij... En chocolademelk hoort een Maria-kaakje bij. Het programma werd gesponsord. Daarna zet het koor genadeloos in. Era zij God. Era zij God. In de ogen. In de ogen. In de ogen. Vrede verkade. Vrede verkade in de mensen, in de mensen. Voor alle mensen de bondsparbank. Ik ben een jongen van 15. Ik heb mijn wiskundeleraar het bloed onder zijn nagels vandaag gesart. Maar hij wil geen donor worden. Hij komt bij mijn bank staan en hij zegt... Hij had een spraakgebrek. Jij
Hij tutoyeerde me. Jees! Bent een nul! Hij had een spraakgebrek, hè? Jees! Ben, zijn tong was eruit gerukt door de Duitsers. Nee, is niet echt gebeurd, hoor. Is niet echt gebeurd, nee. Nee, maar ik denk, het gaat zo lekker, weet je wel. Tong eruit. Nee, u bent een avond uit. Laten we het gezellig houden, hè? Nee. Dat soort dingen, dat deden die Duitsers niet. Nee. Nou, laten we zeggen, hij miste twee voortanden, ja? Was een keer gestruikeld over een woordenboek, ja? Een Duits woordenboek, hè? Was een keer Jee! Jij bent een nul. Ik ben 1000 keer beter dan jij. Ik zeg, meneer, mag ik even iets zeggen? Altijd het dwars doorheen praten, behalve als ik gelijk had, dan vroeg ik het woord. Ik zeg, meneer, 1000 keer 0. Duizend keer 0 is bij ons thuis. En ik heb ook nog even met de buren gebeld. En ik heb ook nog even wat mensen in Alkmaar gesproken. 1000 keer 0 is 0. Bam! Hij sprong de plek uit zijn vel. Bam! Nou, het klonk iets anders, want hij zat er nogal ruim in. Het was meer... Vrienden van mij hebben in hun bureaula nog zulke stukken vellig. Daar maakten wij spiekbriefjes van. Liep hij zo tussen die banken door en zei hij, wat is dat? Stond hij tegen zijn eigen voorhuid aan te kijken. Dus die... Deugniet, die zakt in elkaar en die komt 3 maanden later tot bewustzijn in het ziekenhuis van het hospitaal. Wacht even. Even tot rust komen, hoor. Ik moet straks ook weer naar huis en dan moet ik weer gewoon doen. Ik kan dan moeilijk binnenstormen zoals ik hier vandaan ga. Ja, daar is hij weer! Nou, wie konden ze vanavond wel weer opvreten in de vest? Je vadertje! Klinkt verleidelijk, maar is niet pedagogisch, hoor. Kinderen zouden het aankunnen, de hond. Maar voor de papegaai is het absolute limit. Die beesten zijn slecht, die zijn slecht. Volgens mij is een papegaai een gereïncarneerde conferencier, als je het mij vraagt. Volgens mij is die papegaai van mij vroeger Lou Bendy geweest. Ik zal eens een flesje never binnen handbereik kijken. Eens kijken hoe die reageert. 3 maanden later komt hij tot bewustzijn in het ziekenhuis van de gevangenis. En dan weer 2 maanden zit hij in zijn oude vertrouwde cel. En in het begin heeft hij iets te doen, de afgelopen dagen bijhouden. Maar al vrij snel dreigt hij toch weer in zijn oude ritme te vervallen. En hij wil zich daaraan onttrekken. Hij denkt terug aan vroeger. Hij ziet die hele wereld tegenwoordig als het ware hunkeren naar de climax. Hij ziet dat gebalde, orgastische verlangen van die hele samenleving. En hij denkt terug aan vroeger. Hoe je als kind troost zocht bij je ouders. Je kroop je bed uit. Sloop de trap af. Behalve als je in een flat woonde, want anders kwam je bij wildvreemde mensen terecht natuurlijk. En dan kwam je die woonkamer binnen in zo'n slaperige pyjamabroek met zo'n gapende gulp. En dan zaten je ouders, die zaten daar te mens erger je nieten. Zonder bord, zonder dobbelstenen. En dan zei je, ik ben zo bang. En dan werd je me toch met een dot liefde overstelpsel. Dan kreeg je me daar toch een dosis genegenheid over je. Je was blij als je weer lekker uit onder de deken stond. Al kabouters, paddenstoelen, heksen tegenwoordig stormen die ouders, die kinderslaapkamers binnen, die ploffen op die bedden neer en die brullen. We zijn zo bang! En laat die kinderen niet het lef hebben om over een paddenstoel te beginnen tegen hun ouders. Ze worden aan hun enkels onder het dekbed vandaan gesleurd en met hun koppen tegen het IT-behang geslagen. Die hele samenleving hunkert naar die climax. Het huwelijk tussen man en vrouw stelt ook niet veel meer voor dan... Is al wat er nog leeft tussen man en vrouw. En als die wereld... En tussen man en man natuurlijk ook. Sorry jongens, ik wou jullie er niet buiten houden.
Neem me niet kwalijk. Ik had niet de bedoeling om hier ook maar één onderwijzer te discrimineren, hoor. Neem me niet kwalijk. Ook dames die met elkaar doen, ik wou jullie niet op je... Ja, wat krijg je dat soort primitieve woordspelen. Ik vind best, ouders die het met hun kinderen doen, prima hoor. Zeg het ook maar tegen de kinderen, hè, dat ze weten dat ik kan de zon in het water. Ik vind het, dames die het met de hond doen... Als je de hond maar niet kwetst, hè, als je de hond maar niet kwetst. Heren die hem graag in het hol van de leeuw stoppen, ik bedoel... Jongens die hem graag in een fietsenklem neerzetten. Zolang ik mijn auto kwijt kan, vind ik alles best. Dames die hem graag over een verkeerszeiltje laten zakken, ik bedoel... Mij heeft hij niet, hoor. Wel even afnemen met een tissueetje graag, hè. Dat we er allemaal gebruik van kunnen blijven maken, ja? Nou, eens kijken. Sadomasochisten, SM'ers. Bunker maar op los, jongens. Timmer elkaar maar in elkaar, hoor. Zet je partner maar vast op de workmate, hè? En hupsakee met die plek en dekken erover. Hey! Zoveel plezier heb je nog nooit van je hulpstukken gehad, zo. Ja, als het nou toch elektrisch kan, zeg. Wat zei je dan als dan beunhazen met zo'n nooit gedacht schaafje, hè? Oké, kost het maar werkgelegenheid in Eilst. Oké, niks aan te doen. Nou, nog iemand die ik heb overgeslagen hier. Thuis. Daar zou ik het graag een keer mee doen. Die hele samenleving hunkert naar die climax en hij wil zich daaraan onttrekken. Hij gaat zitten in zijn geïsoleerde cel, want ook in de gevangenis gaat men energiebesparende maatregelen nemen. Hij gaat zitten op zijn Brits. Ja, op zijn Hollands natuurlijk. En hij verklaart zich solidair met de hongerstakers. Hij vreet hun porties op. Maar dat hou je lang niet zo lang vol. En als bijna vanzelfsprekend, komt hij tot inkeer. Ja, hier ontbreken mij verder de theatrale middelen. Om dat te laten zien. Beetje upside down, maar dan andersom. Hij begint te vibreren, hij begint te mediteren. Hij begint te transcenderen. Hij gaat... Ja, ik weet dat ik op mijn woorden moet letten. Ze zijn bereid om je voor deze terminologie het gebouw onder je reet vandaan te branden. Ik weet het. Ik mijd de Achterhoek. En langzaam komt hij tot een nieuw en helder inzicht. Hij voelt zich als het ware opgenomen in het middelpunt van een lichtbundel. Heel langzaam ervaart hij dat hij centralistisch komt te zitten in het middelpunt van het licht. Heel langzaam daalt er in een soort visioen een pilaar neer in de cel. En bovenop zit een klein, schril manneke. En de gevangene roept, kom eens naar beneden als je durft. En de pilaarheilige zegt, kom jij maar omhoog als je durft. Iedereen probeert mij te vernederen. En heel langzaam gaat de gevangene de lange weg omhoog. Elke dag een stukje hoger en 's avonds terug om de dagen bij te houden. Maar na 3 maanden is hij zover dat hij inziet dat het bijhouden der dagen een zinloze gebeurtenis is. En hij klimt door. Hoog. Dag in. Net zo lang dat ik bovenop zit. Samen met de pilaarheilige en die zegt, het is nogal benauwd hier, laten we naar beneden gaan. En beneden aangekomen zegt de pilaarheilige tegen de gevangenen zo,
Dus jij wou graag iets weten over de missing link in de evolutie? Ja, zegt de gevangene, waarom niet? Wel nu, zegt de Pilaarheilige, er was eens een groep apen... die zich speels door het bos voortbewogen... zonder dat ze het gevoel hadden dat ze zich speels door het bos voortbewogen. Omdat apen a priori niet geïnteresseerd zijn in hoe ze zich door een bos voortbewegen. Wat hun betreft is het bos dat zich speels voortbeweegt en zijn die gewoon stil aan. En een van die apen hing in zijn eentje aan een liaan te draaien... zonder dat hij het gevoel had dat hij in zijn eentje aan een liaan hing te draaien. En toen hij na 10 jaar bij het dode punt was aangeland, draaide hij 9 jaar weer terug. Toen hij na 100 jaren stil hing, keek hij om zich heen... en hij zag dat hij helemaal alleen was. En wat roepen apen normaliter als ze helemaal alleen zijn? Maar deze aap riep, help! Verschrikt liet hij zich uit de liaan vallen, precies op zijn pijnlijke elleboog. Maar in plaats van te roepen, ja, riep hij, au! Help, au! Van schrik ging de aap recht overeind staan. En hij dacht, wat moet ik nou straks zeggen als ik terugkom in het apendorp? Want zolang je niet kan praten, geeft het niet wat je zegt. Maar zodra je gaat spreken, moet je op je woorden letten. En hij begon te ijsberen. Nog lang voordat de ijsberen dat konden naapen. In het begin had hij nogal veel last van zijn duimen. Maar al vrij snel had hij dat probleem onder de knie. Hij belde aan. De deur ging open. En daar zaten 550 apen. En die keken allemaal naar hem. Het was helemaal uitverkocht, hè? De televisie was er ook bij. 3 miljoen apen keken allemaal naar hem. En hij zei, hallo. Ik ben God. Ik ben God. Dat had hij beter niet kunnen zeggen. Schop onder zijn rooien. En de rest van die apen die gingen lekker door. Want ze hadden elkaar nog nooit gemist. Dus ze telden niemand. En na duizenden jaren riep een van die apen, help! En de ander riep, auw! En de vierde riep, je hebt ook nog mijn moeder vermoord. 26 moordkoppers. En een lol dat ze hebben, want... die woorden betekenen niks, dat was veel later gekomen. Het woord is pas later vlees geworden, dat was toen vlees nog vis. Net als hier, als ik hier tegen de willekeurig iemand vuile rothoer zeg, betekent niks. Hè? Dat is theater. Maar nou morgen, de buurman belt aan, vrouw gaat open doen, man komt er nieuwsgierig achteraan gedribbeld, even kijken wat buurman het je te melden heeft. Vrouw doet open en buurman zegt, vuile rothoer. Eens kijken wat er dan gebeurt. Vrouwtje wordt opzij geschoven en bap! En buurman is je bang! Buurman krabbelt overeind en zegt, over die souteneur had ik niks gezegd, geloof ik, hè? Maar dat is er met de taal gebeurd. En dat gebeurt bij de apen ook. Een van die apen zegt tegen een andere, moorkop en paf! En ander op terug, vechterpunt en paf! Dus je hebt al vrij snel 2 kampen, de moorkoppen tegen de vruchtenpunt. 2 plakken cakejam ertussen, blikfruit bovenop. Tegen die bruine jongens met die witte toefjes hier. En die krijgen mot. Ze hebben vlooien en ze krijgen mot. Zodanig dat een van die apen zei, vroeger hadden we hier een aap die zei dat die God was. Laten we die eens om raad gaan vragen. Zo gezegd, zo gedaan, moorkoppen gaan naar rechts. Vruchtenpunten naar links. En ze komen elkaar na 3000 jaar tegen, ontdekken en passant dat de wereld rond is. En er zijn een paar ananaspunten in China blijven hangen, een paar aardbeiengebakjes in Amerika blijven plakken. Een paar moorkoppen hebben zich blijvend in Afrika gevestigd. En door een noordenwindstoot zijn er wat toefjes slagroom in Zuid-Afrika beland. Maar de grote groep zit aan de andere kant. En de moorkoppen zeggen God is onvindbaar. En de vruchtenpunten zeggen God is dood. En de spanning tussen beide kampen escaleert. Er is ook een woord dat dankzij het NOS-journaal geen enkele betekenis meer heeft. Spanning in het Midden-Oosten is danig geëscaleerd. Geef mij nog kop thee alsjeblieft. Spanning escaleert zodanig dat het begint te regenen. En een van die apen gaat voor de zekerheid een ark bouwen. Laten we hem voor het gemak maar even Noach noemen. Noach die gaat hout bij Hubo halen. Die komt terug, zet het hele ding in elkaar. Hij is klaar, wil de loopplank binnenhalen. Hij denkt eerst nog, ik heb een plank over. Blijkt de loopplank te zijn. Ziet hij
helemaal aan de horizon een aap langzaam naar de wijs zwemmen. Heel langzaam, want apen die krollen aan twee kanten. Even voor België, daar kent men het woord krollen niet. En dan is het altijd even stil. Toen vroeg ik aan een mevrouw in België, hoe noemt u dat? En toen zei ze heel vriendelijk, krollen. En toen kon ik het niet nalaten om te zeggen, nou begrijp ik waarom u als Belgen nooit iets wint bij internationale zwemwedstrijden. Want je ziet zo'n Belgische deelnemer al op dat startblok staan en het is... Bang! Wat gaan we eigenlijk zwemmen vandaag? Huh? Wat? Krol, krol, ja. Krol, krol. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Huh? Ah, krol, ja, ja. Plons. Nou, dan lig je wel een half baantje achter, hoor. Dan heb je kans dat je bovenop jezelf duikt. Huh? Dus, Noach, die staat daar te wachten met die pet op. Noach, de ark, zo. Pak een strippenkaart in zijn hand. En het aapje scharriveert en Noach zegt, hallo, ik ben Noach. En het aapje zegt, hallo. En watertrappen, hallo. Dus ik aan die Belgische mevrouw vragen, hoe noemt u dit in België? En toen zei ze heel trots, ook watertrappen. Toen zei ik, jammer dat daar geen wedstrijden in zijn. Hè? Dus, hallo, ik ben Noach. En het aapje zegt, hallo. Ik ben God. God, wat leuk, zegt Noach. Ik heb van u gedroomd. Nou, dat klopt, zo God, hoe is ik. Jezus, zegt Noach. Ho, ho, zegt God, die moet nog geboren worden. Duvel, zegt Noach. Wat leuk dat u dat ook weet. Ja, zegt God, als ik niet zou weten in wiens droom ik verscheen, wie zou het dan moeten weten? Nou, ik natuurlijk, zegt Noach, want ik heb het gedroomd. Verdomd, zegt God, daar heb je gelijk in. Fijn dat middenstandsgesprek, dat kabbelt zo rustig voort. En Noach... Noach zegt tegen God, nou u ziet het, ik heb er geen gras over laten groeien. Hier drijft de ark. En ik heb van alles op uw uitdrukkelijk verzoek 2, niet meer, maar ook niet minder aan boord. En God zegt, wat fantastisch Noach. Dat jij door simpelweg in die droom te geloven, de hele schepping redt. Oh, Noach. Ik geloof niet alleen in de droom, nee, ik geloof bovenal in u. Ho, 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 zegt God, hou mij er alsjeblieft buiten, zeg. Als men in mij gaat geloven, er komt alleen maar narigheid van. En Noach is een beetje gekwetst door die laatste opmerking. Hij voelt zich een beetje aangetast in zijn godsdienstvrijheid. En kribbig stapt hij aan boord van de ark. En dan ziet dat God daar staat te huilen. En het water stond toch al vrij hoog. En hij vraagt aan God, heeft u nog iemand bij u? Hij zegt, God, ik ben helemaal alleen. Jammer, zegt Noach, maar dan kan ik je niet meenemen. En het is donker in de cel. Pilaar verdwijnt het beeld. En hij hoort van buiten gescandeerd geroep. Hij moet vrij. Hij moet vrij. En hij kijkt tussen de tralies door. En hij ziet daar duizenden mensen die allemaal roepen. Hij moet vrij. En hij ziet zijn vrienden uit de bandenbomtijd. Hij ziet de laatste provo's, de eerste kabouters. Want dat waren dezelfde. Ziet zijn vrienden uit zijn Vietnamtijd. Dat ze daar tegen demonstreerden. Hij ziet zijn vrienden die Klaus nog zo gewaarschuwd hebben. Krakers, hij ziet zijn vrienden met wie die probeerden te voorkomen dat er in Zuid-Amerika om wat dan ook gevoetbald werd. We ziet zijn vrienden van 21 november 1981. En ze roepen allemaal, hij moet vrij! En hij weet dat hij iets terug moet roepen waarmee hij zich niet geliefd zal maken bij zijn oude vriend. Ze zullen dwars door de gevangenismuren heen de tralies openbreken en ze zullen hem verpletteren. Maar hij kan zijn bewustzijn niet logenen, want hij weet dat de muur waar de een niet overheen ziet,
vaak de steen is waarover de ander struikelt. En dus roept hij terug. Ik ben vrij. Ik ben vrij! En pats, hij staat buiten de gevangenismuur en hij is vrij. Vraag me niet hoe het kan, maar hij is vrij. En hup, al die demonstranten zitten allemaal in de gevangenis. Vraag me niet hoe het kan, maar profiteer ervan. En hij rent onmiddellijk naar het atelier van die schilder. Hij stormt die werkplaats binnen en die schilder die ligt daar op zijn sterfbed. Heeft hij een paar dagen tevoren bij Sanders Meubelstad gekocht. Die verkoper zei nog, u weet toch wel zeker dat u doodgaat, anders kan u beter een twijfel aannemen. En die gevangene smeekt de schilder. Geef me dat schilderij. En die schilder zegt. De violist die ik daar geportretteerd heb. Heeft mij verzocht dat doek voor mijn dood te vernietigen. Opdat het nooit in handen zou vallen van zijn zoon. Opdat hij niet zou zien wat er van zijn vader geworden was. Vervul mijn laatste wens. Snij het doek uit de lijst. Maak er een prop van. Overgiet het met benzine. Strijk een lucifer af. En jaag de plant erin. En daar staat de jongen voor de tweede maal in zijn leven voor de keus deugen of niet deugen. Dat is de vraag. Hij pakt de scheermes uit zijn zak. Terug uit de lijst. Pak hem. Overgieten. Staat hij met die brandende lucifer. Zoals eens ooit vader Abraham met zijn zoon Isaac. Ja, ik weet dat bepaalde gedeeltes van ons geheugen verminkt zijn. Ik weet het. Wij hebben onze klassieken vervangen door populaire. Het is mij bekend. Het offer heeft voor ons geen wezenlijke inhoud meer. En als er iemand geofferd zou moeten worden, dan was het wel vader Abraham. Hij staat. Ja. Hele linkse opmerking is dat, hè? Hele linkse opmerking. Er zijn nog steeds mensen die denken dat vader Abraham de bottleneck van de status quo is, omdat hij met zijn semi-fascistoïde repertoire latent revolutionair gedrag bij de bourgeoisie ondermijnt. Omdat mensen in Oost-Groningen zingen van in het zuiden, in plaats van dat ze in de hoofdstad des lands stenen uit de straat rukken en die door de ruiten van bankgebouwen smijten, zoals het hoort. Vermoed ik. Ja, nou, ik ben er niet helemaal zeker van, moet ik u eerlijk zeggen. Sinds mijn eigen geld er ligt, ben ik gaan twijfelen. Staat daar. Die brandende lucifer. Zoals eens ooit vader Abraham met zijn zoon Isaac, die door God de Vader verzocht werd zijn enige geboren zoon voor diens aangezicht te offeren. Beetje absurd voor ons, maar als je nagaat wat er daarna allemaal voor ellende in het Midden-Oosten is gekomen, was dat misschien nog wel de beste oplossing geweest. Staat daar met die brand. Nou, wordt de ontroering hem zo machtig dat er een traan uit zijn oog precies neerplenst op het kopje van het brandende zederhoutje. Sis. En tegelijkertijd blaast die schilder de laatste adem uit. Ook sis. En die deugniet, die pakt die prop. Propt die onder zijn vestje.
rent de stad uit. Hij rent het atelier uit. Veld in. Haalt die prop onder zijn blouseje vandaan. Vouwt hem open. Hij kijkt. Hij kijkt naar links. Hij kijkt nog een keer naar links. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Hij is met blindheid geslagen.
dit was, dames en heren, het programma dat ik had ingestudeerd. Het is afgelopen. U mag naar huis, maar het programma was tot 11 uur gepland en het is nog geen 10 voor 11, dus ik moet nog maar even wat aanzien te breien nu. U mag naar huis, hoor, als u wilt. Doe het zalig maar aan, dan kan men naar huis hier. Ja, dat kan ik u niet aandoen. Hè? Ja, dan zie ik u eindelijk zitten. Ik zag u in het begin helemaal niet zitten. Sisi. Hey. Dacht dat hij dood was. Als u iets drinken wil, hier, geef maar even door, hè? Misschien gebeurt er een wonder. Is de EO in één klap al zijn leden kwijt? Dat zou op zichzelf al een wonder zijn. Hè? Nee, je hebt vaak na afloop van een voorstelling, dames en heren, hier, maar ook thuis, dat je wel eens denkt van, jongen, wat zou het nou toch geinig zijn als we zo na afloop van de voorstelling nog eens even gezellig ongedwongen met zo'n artiest in de kleedkamer even zo gezellig vragen waar het nou eigenlijk over ging, hè? Maar het is voor mij absoluut onmogelijk om u allemaal in de kleedkamer te ontvangen, dus kleed ik me hier wel even uit. Ik zal mijn schoenen aanhouden, anders ben ik gelijk mijn subsidie kwijt. Want in de pot voor experimentele uitvoeringen zit niet veel meer. Alleen wat u hier in de zaal nog niet weet en wij thuis wel, is dat de olieprijzen fix gedaald zijn vandaag. $36 per vat, zeg. Kunnen we het weer gaan drinken, hè? Ja, het is niet meer zo leuk als net, hè? Maar het is ook afgelopen, natuurlijk. Hebben we toevallig nog een jarige in de zaal? Is er iemand jarig? Jij? Oh, wat leuk. Wat leuk en ook zo spontaan. Weet je, er is nou iets heel typisch gebeurd. In de pauze is hier een doosje bezorgd. Ik zal even aan de camera laten zien. Oh. Dat is mooi, ja. Nee, ik wou ze even aan de camera laten zien dan. Nou ja. Zo, nou ja, als je jarig bent, hè, dan smaken rauwe bonen zoet. Sneu, kom ik eraan. Ja, natuurlijk krijg je ze thuis bezorgd. Ik zou ze in plexiglas gieten als ik jou was. Zo. Eens kijken, hoe laat is het nou? 8 voor 11, oei. Nou, ik wou even beginnen met die... Ja, ik kan wel aan mijn jas, want het is toch de laatste voorstelling. Even beginnen met die slagboom en die arbeider en die directie en die portier. En dan wou ik van daaruit gewoon systematisch even de avond met u doornemen. Hè? Mocht u vragen hebben, telefoonnummer, u kan bellen wat u wil, hoor. Maak maar eens iemand wakker in het land, hè? Draai maar een nummer en stel maar een vraag, hè? Stichting Nazorg, die is in de olie. En, nee, dat is namelijk een sleutelvertelling. Zo noemen wij dat in de literatuur. Dat betekent dat ieder facet of ieder personage eigenlijk staat voor iets anders. En dan zou je zeggen, waarom zeg je dat dan niet meteen? Maar ik wou graag tot mijn 65 gewoon aan de kost blijven komen, als u het goed vindt. Nee, die slagboom die staat voor de norm. Goed, slecht, mooi, lelijk, stout, lief. En die norm die wordt gehanteerd door de portier. En de portier, dat bent u, dat is het publiek. U bepaalt wat kan, wat niet kan, wat mooi is, wat lelijk.
En dat doet u niet zozeer vanuit uw eigen impuls, maar dat doet u op aanraden van de directie. Hè? De media. Radio, televisie, reclame, pelleboer. Hele Nederlandse gezinsleven, vooral in het weekend, de mensen pelleboer bepaalt of de mensen zich thuis of bij een staakerven gaan vervelen. En de vertrossing van het weerbericht. Hè? En ik ben die arbeider. Ik probeer aan die norm te ontsnappen door er sierlijk overheen te springen. Maar wat overkomt mij nu? U begint mij in te delen bij de directie. En ik moet u eerlijk zeggen, ik voel mij toch altijd nog diep in mijn hart arbeider te midden van de arbeiders. Ik was dus in Amerika, want ik kan me natuurlijk wel het een en ander permitteren. En daar was ik met een camper, mijn derde alweer. En wij reden tussen Los Angeles en Las Vegas en plotseling ontlaat zich boven Las Vegas een onwaarschijnlijk onweer. Hagel, bliksem, donder, regen. En al die Amerikanen met die grote sleeën, hoep, de vluchtstrook op. Ik bedoel, het hagelt, heb je wat aan je slee? Nee, Maar ik zat in die camper en ik dacht, ach, ik loods mijn gezinnetje wel even Las Vegas binnen. U kent het wel, die Hollandse mentaliteit die ons ooit in Paramaribo, Batavia en Hollandia heeft gebracht, zal ik Las Vegas niet halen. Maar plotseling doemt er voor die camper iets zwarts op de weg op. En ik dacht een afgesprongen stuk autoband, maar dat bleek een rotsblok. En dat bleek natuurlijk pas toen ik er al overheen was. En camper maakte zwaar slag, zei mijn vrouw had de fok vast en ik met beide handen het roer. Maar ik kon niet voorkomen dat wij lage wal gleden. En in lage wal aangekomen, was ik als de dood dat we een lekker band hadden. Want als er iets is wat ik niet kan, dan is het wel een band plakken. Gelukkig maar, want als dat eenmaal uitlekt, dat je een band kan plakken, dan... Dus ik doe die rechter portier open, de wind pakt een beet en oeh, ben naar buiten gesleurd. En ik val met mijn polsen zo in verzameld regenwater, gesmolten hagel, al een bergstroompje dat zo helling afwaarts gutst. En ik kijk naar die voorband, die zit gelukkig vol lucht. Ik richt mij op en ik sla met mijn kop tegen de zijspiegel en ploep, valt die bril in dat stroompje en weg. En ik voel hoe op dat moment mijn vrouw luchtig over me heen springt en achter die bril aan gaat. Wat ze daarmee wou bewijzen is mij niet geheel duidelijk. Als er iets ons huwelijk in de weg staat, dan is het wel die bril. Fijn, zij komt terug met lege handen. Haar ogen zijn ook niet denderend. Niet om te kijken, maar wel om te zien. En nou, het verhaal is hier een beetje dood. Die bril blijft achter in de woestijn. En tussen Las Vegas en daar is de woestijn Nevada. En een paar maanden later terug in Nederland lees ik opeens in de krant dat in Las Vegas het MGM-motel deels is uitgebrand. En toen begon ik na te denken. Toen zag ik daar die felle woestijnzon. Ik zag daar die twee sterke brillenglazen. En ik dacht, dit was Brandpunt, goedenavond. En wat ik toen aan inzicht, aan door, wat ik aan Cosby's bewust, wat ik toen ervoer, ik dacht, wat ik nu voel, wat ik nu weet, wat ik nu zie, dat mag ik nooit aan een ander vertellen. Ik wist dat ik mijn mond moest houden als ik werkelijk iets te zeggen had. Ik wist dat ik mezelf niet zo vertrouwde en overschreeuwde dat. Ik wist, ik moet mijn ogen sluiten als ik werkelijk iets wil zien. Ik wist, ik kijk te veel naar buiten, het zit natuurlijk binnenin. Ik dacht de hongersnood in Afrika, als die maar eenmaal is gestild. Ik dacht de kernwapens de wereld uit, de Russen, Polen en Afghanistan, de Israëli's, de Libanon, de Kubanen, Suriname, de Amerikanen, de rest van de wereld. Ik dacht de politiek veel te gewild. Ik dacht we moeten eerlijk delen, ieder het zijne, dus de helft. Ik dacht als iedereen volmaakt is, begin ik aan mezelf. Ik dacht, ik haal het uit de boeken, ik vecht me vrij. Ik dacht dat ik het ver moest zoeken. Het ligt natuurlijk heel dichtbij. Ik dacht, ik moet mijn vuisten ballen. Iemand zei, open je hand. Ik was bang om door de mand te vallen. Iemand zei, er is geen mand. Kom niet met argumenten dat ik van de wereld ben vervreemd. Werkelijkheid is de ellende die door autoriteiten wordt geclaimd.
Zeg me niet, je bent gaan zweven. Ik geef me over. Wat geremd. Idealen waarvoor leiders leven vragen veel offers. Soms één stem. Praat me niet meer van conventies, de maatschappij, man, vrouw. Ik volg de consequenties en zeg verwonderd. Ik vertrouw. Tart me niet meer met je wetten. Niemand heeft mij in zijn macht. Niets kan mij mijn vlucht beletten. Ook niet de zwaartekracht. Laten we zeggen, het was een violist die in zijn vrije tijd een aardig gedichtje maakte.